We zijn verheugd dat Geo Centraal het initiatief nam om het waardediscours op tafel te brengen. Handelen naar waarde leer je niet met het lezen van een boekje, maar het waardeboek zet aan tot een nieuw en nodig debat. We willen niet alleen onze sleutels meegeven om het waardeboek permanent te realiseren, maar stellen ook een aantal gedurfde kritische vragen. Het waardeboek is onze wegwijzer. Het is niet evident dat het waardeboek niet een van de documenten wordt die in de vergeetkast belandt. De waarden moeten binnen een sociale vrijheid aanstekelijk werken om open dialoog, inspiratie en creativiteit volle kans te geven. Waarden willen we uitdragen vanuit een voorbeeldfunctie. Dit betekent dat ieder op welk niveau ook getuigt van waarden. We verwachten niet dat anderen dit waardeboek implementeren, maar we beginnen bij onszelf. We beginnen best vanaf de top. Dan pas zijn we overtuigend voor onze leerkrachten, medewerkers en vooral voor onze kinderen. Om anderen waardevol te kunnen laten handelen, moeten we vrije ruimte geven. Dit betekent durven afstappen van doorgedreven controle en aansturing. We geloven in onze leerlingen en personeelsleden en zorgen voor ruimte waar mensen kunnen, durven vallen en opstaan. Uw kind wordt immers volwassen als u het loslaat. We beginnen onze missie vanuit gelijkwaardigheid. Een gelijkwaardigheid tussen mensen, de beroepscategorieën en de niveaus binnen ons onderwijs. Samen zitten we aan dezelfde onderwijstafel. Elk met eigen specifieke competenties. Kleuter, lager, secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon onderwijs. Is er binnen onze campus, binnen onze schoolgroep, binnen onze schoolgemeenschap, binnen onze school sprake van gelijkwaardigheid? Waarderen en erkennen we elkaars expertise voldoende? Gelijkwaardigheid wil ook zeggen dat leerkrachten en directie zich gelijkwaardig opstellen ten aanzien van leerlingen. De leerling is VIP. Hoe VIP is de leerling? Heeft de leerling echt medezegging? Hoe belangrijk is onze leerlingenraad? We zoeken naar kansen om voorstellen te realiseren. We motiveren wat niet mogelijk is. Bewaken wij de objectiviteit in ons handelen? Of omringen we ons het liefst met mensen die ons steeds bevestigen in ons handelen? Laten wij ons meenemen door voor ons gemakkelijke mensen? Dit betekent onder andere ja-knikkers, helpertjes. Krijgt de kritische mens een plaats in onze organisatie? Zijn we rechtlijnig voor iedereen? Met schijndemocratie maken we onszelf ongeloofwaardig. Ons engagement is alvast om als school, als groep, om niet-democratische structuren te veranderen of ze niet te steunen. Elke vertegenwoordiging in ons GO steunt op een gedragen en verkozen vertegenwoordiging. Zo hoort het. Onze visie binnen de school, de scholengemeenschap, de scholengroep toetsen we aan de hand van het waardeboek. We lezen deze visie alvast in vele teksten. Is het duidelijk voor iedereen hoe en of we die realiseren? Wordt hierover de dialoog geopend? We durven op de barricade staan om onrecht aan de kaak te stellen. Het handelen naar het waardeboek betekent voor ons niet zo lief zijn, zo verdraagzaam zijn dat onrecht kans krijgt. Het kan en mag uw gezicht schaden als het belang van ons GO, onze waarden waarvoor we staan, kunnen gerealiseerd worden. Fanatiek waardevol zijn, mag het? We komen naar buiten met onze waarden door al schoolactiviteiten op te zetten binnen en buiten de school, die getuigen van ons waardevol zijn. Wat doen we met de onbetaalde schoolrekeningen? Kiezen we voor humane oplossingen? Pakken we samen met anderen maatschappelijke problemen aan? Tristan houdt van de klaspop Lopke, want hij herkent zich erin en weet beter dan wie dan ook hoe Lopke zich voelt. Via de verhalen van Lopke leren leerlingen en leerkrachten de leefwereld kennen van de sociaal zwakken. Tristan is blij met die verhalen, want hij herkent zich erin en voelt zich niet alleen. Hoe betrokken zijn wij echt bij minderheden? Is iedereen VIP genoeg? Het waardeboek maken we zinvol door de permanente dialoog op personeelsvergaderingen over de betekenis van de waarden in concrete situaties. Ons handelen toetsen we af, bevragen en geven feedback en trekken voor onszelf conclusies. We werken aan een open cultuur. Onze deuren staan echt open voor elkaar. Onze intenties, onze gedachtegang maken we spontaan duidelijk voor iedereen. We voorkomen roddel door de openheid aan te moedigen en kritiek te aanvaarden. Zelf doe er niet aan mee.
Laten we kinderen debatteren. Maken we ze vaardig genoeg om problemen te bekijken uit verschillende oogpunten? Geven ze kans om hun opinie te vormen, toe te lichten en te onderbouwen? Doen we dit voldoende met onze teams? Hoe gaan we om met de mening die haaks staat op de onze? Dit betekent alvast als leidinggevende dat je vooral vragen stelt en niet vertrekt vanuit de eigen antwoorden. Halen we de ander uit de schaduw, laten we de anderen schitteren en plaatsen we onszelf op de achtergrond? Een directeur moet niet aan de kop van de lijst pronken, hij is beter de lijstduwer. Gun het eigenaarschap aan de rechtmatige eigenaar. Wie zijn we zelf? De perfectionist die de eigen fouten wegstopt of de mens die dat weet dat fouten bij het leven horen? Leren we mensen voldoende omgaan met fouten en hoe houden we er zelf mee om? Begrip en openheid gaan hand in hand. Zijn we een voor anderen bewust een inspiratiebron voor waarden? Als wij werken aan een persoonlijkheid die waarden uitstraalt, dan betekent dit elke dag opnieuw ons eigen handelen en denken in vraag stellen. Als ook onderzoeken of cultuur en structuur tegemoetkomen aan deze essenties. Als het over waarden gaat, ligt onze lat nooit hoog genoeg. We danken Lily van Bergen voor de mooie foto's en de teamleden van Doefenschool Blankenbergen. En de schoolgemeenschap Roeselare, waar we ons waardeboek proberen te concretiseren.